wat er gebeurde in de vorige aflevering van Hurt World. Oh my god, het zijn de naakte mannen weer. Meen je dit? Wat zijn die voor een spurt aan het houden dan? Ze gaan hem aanrijden, wedden. Ja, zie je, daar gaan ze. De honden. Oké, kom dan, ik moet even zijn band hebben. Hier met je tyfusauto, hond. Wat? Zit het beest achter hem aan toevallig? Of wat? Dat zou kunnen. Ja, leid me maar naar hem toe, beestje. Oké, je teleporteert opeens weer fucking hard terug. Zit iemand hier in dit gebouw? En ik hoor een auto rechts. Die... Oh, ik dacht die gaat naar binnen rijden. En opeens ben ik zijn geluid kwijt. Wil het lukken daarbinnen? Hey Don. Hey. Hallo, waar ben jij? Buiten. Waar? Ga gewoon buiten. God, zoek je. Ik schrok me dood, man. Hallo. Hoe is het? Goed met jou? Ja, prima. Als je niet praat, kan je dan even je microfoon uitzetten. Dat is goed. Dank je, want het is niet voor niks push to talk. Nee, inderdaad. Hey, die man die net met die auto wegreed, hoort die bij jou? Nee. Oké. En hij ging die andere kant op, toch? Gewoon hier rechts, zeg maar? Geen idee. Oké, dat helpt niet echt, maar toch bedankt. Heb je iets nodig? Geld! 500 euro! Oké, wacht hier. Ik haal 500 euro voor je. Oké, is goed. Ik wacht. Denk je nou echt dat ik ga wachten? Er is geen 500 euro in dit spel. Man. Ik denk dat hij juist zijn wapen ging halen en mij... Tenminste, ik vertrouw hem voor geen meter. Oké, wat mijn geinig plan lijkt, is dat ik nu eigenlijk gewoon al dit ga plaatsen. Zodat ik uiteindelijk fucking veel koelvloeistof heb. Want ik heb gehoord, dat heb je nodig voor uiteindelijk die boor. Om dat even succesvol te laten verlopen. Nou, dit zal wel even voldoende zijn. Ik heb ook niet meer zaadjes daarvoor. Dus dan gaat het lastig. Don, heb je misschien wat hout? Nope. Alright, we back. Look at my field, bitches. Kijk eens gewoon. Ik voel me nu gewoon echt een tulpenboer of zoiets. Kijk, dit zijn mijn mooie paarse tulpjes. De bedde. Alright. Mijn inventaris zit vol met steen. Want ik wil het een en het andere veranderen in mijn huisje. Maar dan moeten we eerst eventjes naar buiten toe gaan. En zien we opeens... Wow, buurman. Ik ga even de buurman begroeten. Hallo, buurman. Hallo, buurman. Zijn dit de goden? Moet je op het bordje kijken. Ja, dus de kerk van de goden. Maar dat is meestal, want de kerk is meestal voor een god. Ja, maar wie zijn hier de goden op de server? Ja, dat weet ik niet. Ik wil er een naampje bij hebben. Wil je er naampjes bij hebben? Dan moet je zo terugkomen. Oké, ik kom zo direct terug. Hou ik je aan. Is goed. Oké, nou. Ik heb blijkbaar een kerk naast me. Halleluja. Amen. Ik ben zelf niet gelovig, dus dat houdt een beetje op. Oké, wat ik eigenlijk wil, is ik wil mijn huisje een beetje uitbreiden. Dus dat betekent dat ik dan dit eventjes moet weghalen. Want ik heb al een beetje gekonkeloerd naar hoe dit werkt. Ga ik hier een trappetje... Hoe de fuck? Jullie zagen hoe om die was. Oh my god. Oh my god. Ga je nu al mij irriteren? Kijk. Ja? En dan bouwt hij hem andersom. Krijg even de... What the fuck? Oké. Omgekeerde spiegelogie. Ja? We zetten hem zo, maar we zetten hem eigenlijk zo. En dan bouwt hij hem ook zo. Oké. Dan doen we het op een andere locatie. Dan noemen we het zo. Juist. Is de trap naar mij toe? Helemaal goed. Kijk. En dan kunnen we hier nog een verdieping opbouwen. Ik heb hier nog een trapdoor. Dat is ook een manier om naar boven te komen. Maar ik heb heel wat veel steentjes in mijn inventaris. Dus dat betekent heel wat stenen muurtjes mogen er nu neergezet worden. Dus dat ga ik dan ook doen. En dan gaan we een beetje het huisje uitbreiden, zodat het er kek uitziet. Ik racht nu gewoon overal eventjes muren neer. En dan gaan we later wel eventjes kijken van, wil ik hier een raampie, ja of nee, et cetera. Zodat we eventjes gaan uitbreiden en dus een beetje gewoon wat luxer gaan wonen. Oké, deze muurtjes die staan al. Deze moet ik dan eventjes
nog met hout. Halve houten muurtjes moet ik dan hebben. Dat zijn deze, geloof ik. Klopt dit? Ja. Kan ik dat ook met steen doen? Yeah, baby. Oké, dat is dan zo. Dit is perfect. Dit is exact wat ik wilde. Exact. Look at me go. Ziet er goed uit. En dan kunnen we hier weer een plafond op rammen. Eens even kijken. Plafonnetje. Een mooi plafonnetje is niet lelijk. Wat is dit voor rare hoek? Oké, dat is zo'n rare hoek. Oké, die willen we niet hebben. Wat dat betreft werken we nog steeds in vierkanten. Dit is niet de vloer die ik wil. Dit is de vloer die ik wil. En dan kunnen we vanuit hier verder bouwen. Ik heb niet al te veel hout bij me, dus ik moet er een beetje mee oppassen. En dan kan ik hier bijvoorbeeld een trappenhuis bouwen. Wacht, heb ik daar genoeg voor? Even kijken of dat op die manier wilt werken hoor. Of anders ben ik bang dat ik er een trappenhuis naast moet doen. Eens even kijken. Ja, zoals dit bijvoorbeeld. Zoals zo. Is dit een idee? Kijk, dat je dan zo omhoog loopt en dan kan je hier zo eraf stappen. Ja. Looking Gucci, my friend. Oké, hoeveel hout heb ik bij me? Oké, ik heb nog wel een beetje hout bij me. Dus we kunnen nog wel, wat dat betreft, genoeg vloertjes neerpomperino's. Nou, dan komt dat er ongeveer zo uit te zien. Ja, pretty much. En dan moeten we dat nu nog een keer doen. Dan gaan we nog eentje omhoog. En dan kijken we inderdaad later wel weer wat betreft de kijkgaatjes en dergelijke. Maar dan kunnen we deze ondertussen weer weghalen. Krijgen we daar weer een beetje steen voor terug. Later kunnen we nog wel kamertjes indelen, et cetera. Maar nu wil ik gewoon even één grote open ruimte extra hebben. En hierboven natuurlijk nog één extra ruimte. Oh ja, voor als je afvraagt wat doen deze huisjes hiernaast. Die hebben de admins om mijn huidige huisje heen geplaatst. Omdat blijkbaar een persoontje die wist alsnog door de no-raid zone heen te komen. Nou ja, er zijn nu maatregelen voor genomen, dus dat zal ook niet meer gebeuren. Dus ik was een momentje was ik mijn spullen kwijt, maar omdat ik natuurlijk maatjes met de admins ben, de bedden, hebben ze dat voor mij weer kunnen fixen, dus dat is heel erg fijn. En dan is zo het huisje helemaal dicht. Dan kunnen we even nog de tussenmuurtjes weghalen. En dan kunnen we even van buiten bekijken hoe het eruit ziet. En eens even kijken of we dan tevreden zijn met het desbetreffende resultaat. Natuurlijk moet er even met dit trapgat, et cetera, nog eventjes wat gedaan worden. Maar voor nu is het gewoon echt een stenen blok. Perfect voor mij alleen. En alleen de goden in de buurt, want ja, weet ik veel, die zijn er gewoon. Eigenlijk kan ik dan ook nog zeg maar een soort klein trappetje. Klein trappetje dan zo. Die hier dan zo op aansluit. Alleen die komt net niet hoog genoeg. Zie je dat? Wacht, kan ik? Nee. En in ieder geval, het ziet er wel flink kek uit. En dan kunnen we zelfs ook nog, heyo, geheime locatie. Doe eens dicht. En dan zo, tadaa. Dus twee manieren om naar boven te komen. Vind ik wel aardig leuk. Mijn karretje staat er ook nog. Hij heeft een tikkeltje andere kleur gekregen, omdat, door middel van, er is een wipe geweest en dergelijke. Wordt het natuurlijk een beetje op een andere manier ingespawnd. Maar uiteindelijk komt het wel neer. Ik heb een auto hier. Nou, we gaan later wel even kijken wat betreft kijkgaatjes. Ik wil geen kijkgaatjes, zeg maar, op begane grond. Dat kan alleen maar lokkend zijn voor snipers en dergelijke. En dat is gewoon heel vervelend. Dus ik kan bijvoorbeeld hier een paar raampjes maken. En hier dan op deze verdieping ook een paar raampjes. En desnoods nog een uitkijkloergaatje. Maar dat komt uiteindelijk nog wel. Voor nu ga ik eventjes een stekkie kool meenemen, want dan ga ik eventjes mijn boordjes checken. Ah, juist. Er stond hier voorheen een boor. Door middel van de wipe is die niet meer aanwezig, hero. Wow, er stond hier normaal gesproken ook een afstapje. Oké, dus dat betekent dat we die opnieuw moeten maken, maar ik heb de grondstoffen hier niet. Ik kan wel alvast het gaatje, zeg maar, maken. Nou ja, ik bedoel, ik moet toch wachten op mijn teleport. Nu ik er toch ben, kan ik net zo goed eventjes gebruik maken van het feit dat ik hier ben. En dan kan ik gewoon nog even wat extra kool pakken en dergelijke. Want dat is altijd handig. Echt, aan de ene hand ben ik best wel blij, zeg maar, dat het opeens zo... Of dat het gewiped is, want dan is het zo rustig ineens. Want dan moet iedereen eigenlijk weer helemaal opnieuw beginnen. Terwijl deze klootzak, ik wijs even naar mezelf. Deze klootzak, die mag gewoon lekker verder gaan met waar hij was. Want ja, ik ben gewoon een klootzak. Dat is gewoon wat je... Vandaag mogen jullie het in de reacties zetten.
Don, je bent een klootzak. En dan hoop ik dat, zeg maar... want ik heb ook een filtertje opgesteld. En dan hoop ik dat klootzak, zeg maar, niet in het filter staat. Dat opeens alle comments opeens gefilterd worden. Van, ja, klootzak dit. En dat wordt gewoon... En dan komt het er niet doorheen. Ja, dat zou wel treurig zijn op dit moment. Maar in de hoop dat klootzak er niet tussen staat... Mogen jullie vandaag zeggen... Vandaag mag het. Don, je bent een klootzak. En dan lees ik uiteindelijk echt de reacties terug nadat ik echt met een verkeerd been uit bed ben gestapt. En dan voel ik me echt persoonlijk aangevallen bij elke klootzak die ik zie. Dit, dat klootzak, ja, dan moet je maar niet kijken, blablabla. Ja, en opeens kom ik bij Drama Alert. Let's get right into the news. Don voelt zich aangesproken door het woord klootzak. Ja, man, interview, dit, dat. Hey, abonneetjes door de Drama Alert. Een eigen huis, een plek onder de zon. Een blauwe is hier in de buurt, want ik word hier bestraald. Pas nu toch maar heel gauw op, want de vergiftiging gaat een stukje sneller. Wow, een eigen oor, een plek onder de... Waar de fuck is de zon? Zon, daar. En altijd een vogel in de buurt die ik neerschieten kan. Hoe bedoel je, geïnspireerd door René Froger? Ja, ik kan nu bijvoorbeeld wel dus de rest van de server enorm naaien door ze echt nu al helemaal naar de fucking tyfus te schieten. What the fuck? Drie maskers? Wat moet ik met drie maskers? Ik snap, het is een keer drie server, maar dat betekent niet gelijk dat ik drie maskers wil. Wat is dit? Nou, deze nemen we ook eventjes mee. Die kunnen we natuurlijk altijd goed gebruiken. Hij altijd lekker. Maskertjes neem ik ook wel mee. Ik heb in mijn homebasis heb ik vast wel een kistje met allerlei esthetische spulletjes zoals dit. Dan neem ik dit ook gelijk even mee. Oh, ik had hier nog kool. Fuck it. Laat ik hier mijn kool achter. Oh, wacht. Dat was mijn kool. What? Ik had toch kool meegenomen? Dat was juist de hele bedoeling, dat ik daar naartoe zou gaan met kool. Wow, ik hoor nu al een autootje. Het is toch niet mijn auto, hè? Nope. Ik ga even koenkeloeren. Hallo, wie is er aan de crossen? Het zijn de goden gewoon nu al, hè? Goden zijn echt op dreef. Oké, dan kunnen we de boor plaatsen. Deze kant op. Hartstikke mooi. Vol zetten. En u kan lekker uw gangetje gaan. En de bedden. Dan ga ik ondertussen eventjes naar de lootplekjes toe. Om te kijken of daar inmiddels detonator caps zijn gespawnd. Want detonator caps hebben we nodig voor C4. En C4 is handig om te hebben om te raiden, et cetera. Dus die wil ik graag hebben. Spulletjes, jongens. Ik zoek spulletjes. Spullen. Spullerino's. Geen verf daarentegen. Oké, wat ik weet, hè. Ik weet dat, zeg maar, je kan de dingen van de muur afhalen. Van de muur. Jezus. Er was, zeg maar, een command. En ik weet even de command niet meer. Dat je, zeg maar, Oké, hoe zeg ik dat best? Dat ik deze items, dus deze triple door panel, die kan ik ervan afhalen. Alleen, ik weet even de command niet meer daarvoor. Tikkeltje gênant. Ik ben erachter gekomen. Ik heb mijn filmpje teruggekeken. Ik weet nu hoe het moet. Als mijn auto dan ook even niet wil kantelen. Wow, stijlpunten. Wow, wow, wow. Oké, ik leef. Alright, het is heel simpel. Simpeler zal je het niet krijgen. Het is gewoon letterlijk. We gaan stilstaan. We worden even geraakt door onze eigen auto. Het is letterlijk slash car remove all. You do not have permission. Misschien moet dan, zeg maar, de car geclaimd zijn door mij. I don't know. Anyhow, fucking doe ik dit wel. Ik heb de verkeerde moersleutel. Dit is de juiste. Maar het was in ieder geval wel de juiste command. Dat weet ik wel. Oké, wat krijgen we eruit? Bandjes. Zo'n beetje alle containers zijn leeg. Wat heb ik daar nou weer aan? Fucking niks, want ik wil spullen hebben. Nou, dan gaan we bij die andere lootplek wel even kijken. Zijn we? Waar moet ik wezen? Wow, onderdeeltjes. Hallo? Biggetje? Harold?
Move. Cut based. Slash car, remove all. Ook niet de permission. Dang it. Gearboxjes voor Zeroch. That is Gucci. Are you kidding me? Al deze fucking containers zijn leeg. Then what is the point? In the quad zit spullen. Lekker bandjes. Ik heb zo'n vermoeden dat zeg maar in deze zit er een kistje. Ik zie geen kistje. Mijn vermoedens zijn ontkracht. Niet verkracht, maar ontkracht. Letterlijk in de Red Desert is gewoon dus geen ene moer. Dus geen Detto Cap, gewoon geen ene fucking moer. Dan moeten we misschien toch maar even een andere biome proberen. Mip mip. Waarom gaat hij daardoor niet dood? Dat vind ik zo bullshit. Ik rij gewoon echt, I don't know, fucking 100 km per uur op zo'n beest af. Nee, niks aan de hand. Eens even kijken of de boor inmiddels ook weer wat heeft opgeleverd. Dat is natuurlijk wel de bedoeling als je hem vol stampt met fucking kool. Hero? Fucking steen? Dude. Oké, die unknown die ga ik accepteren en dan schiet ik hem gelijk neer, oké? Dan moet je maar niet constant TPA's naar me sturen, want dan schiet ik je gewoon voor je flikker. Zo. Ja, dat was het dan. Hey, bedankt hè.